Ik ben op weg naar een initiatief wat een hele goede oplossing schijnt te bieden aan een probleem waar onze stad mee kampt, namelijk plastic. Wat doe je er nou allemaal mee? Jullie schijnen dé creatieve oplossing te bieden voor plastic. Ja, nou ja, wij zijn een platform gestart op het Bos en Lommerplein in een tijdelijke nieuwe winkel. Waar we plek geven aan jonge creatieve ontwerpers die echt op het gebied van duurzaamheid bezig zijn. Er is een jongen die maakt krukken van gerecycled plastic, van plastic tassen en mooie vazen. En we hebben mensen die bijvoorbeeld kettingen maken van ingezamelde rietjes. Er worden ook matten gewoven van ingezamelde plastic tassen. Dus allerlei creatieve ideeën om van dat plastic iets moois te maken. Ik ben geen designer. Wat kan ik van plastic maken? Ja, vooral naar ons toe komen en met je plastic naar het Bos en Lommerplein, naar de Wow Store. En wij gaan dan ter plekke van jouw plastic mooie dingen maken. We kunnen daar bijvoorbeeld je rietjes, daar kan je samen met een kunstenaar mooie kettingen van maken. En met de plastic tassen kan je daar een hele mooie mat van maken. Ga zo maar door. Dus workshops in de store, dat gaat allemaal gebeuren. Wat een inspirerend initiatief is dit. Ontzettend goed voor je bewustzijn om te vergroten. Maar het echte probleem, het plastic probleem, los je op door je plastic te scheiden. 75% kan al worden hergebruikt.